Denise, je trekt hier een tweede plaats naar je toe vandaag. Op een warm en stoffig parcours, maar dit is wel jouw beste uitslag in de Pearl-Izumi Cup. Ja, dat denk ik wel. Vooral als ik naar de tegenstand kijk. In Landgraaf was ik ook tweede. Dus ik, ja, dit is mijn tweede plaats in de Pearl-Izumi Cup. Maar ik ben wel tevreden, ja. Ja, ik denk dat je na een tijd eruit zijn geweest, nu, en dan zeker in de Pearl-Izumi Cup in de laatste wedstrijd nog een tweede plaats kan halen, dan ben je gewoon goed bezig. Ja, ik ben erg tevreden. En wat je zegt, ja, ik maak nog steeds progressie, dus het gaat erg goed. Ja. Dat ontlokt mij al de gedachte van, wat gaan wij volgend jaar nog van jou zien? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel een beetje mijn doelen gesteld. Ik wil volgend jaar wil ik heel de Pearl-Izumi Cup gaan fietsen. Ik heb er nu een paar gemist. De wedstrijd in Luxemburg bijvoorbeeld vorige week. En nog een wedstrijd in België die ik heb gemist. Dus ja, volgend jaar wil ik alles gewoon gaan rijden. En kijken waar ik kan eindigen in het algemeen klassement. Dat is in ieder geval een heel goed streven. Eventueel nog een andere wedstrijd in het buitenland om jezelf weer een keer op te vijzelen. Ja, ik denk dat wij met goed gevoel vooruit kunnen kijken naar het volgende seizoen. Ja, zeker. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ga hard trainen deze winter. En dan ben ik benieuwd inderdaad waar ik volgend jaar weer sta. Voor nu, Denise, gefeliciteerd met jouw tweede plek en je hebt hem heel dik verdiend. Dankjewel. Leuk.